mag ik u voorstellen en een daverend applaus voor Stefan van Baarle. Hij werd eind januari gepresenteerd als de Rotterdamse lijsttrekker van DENK. En nu presenteert Stefan van Baarle een klassiek links verkiezingsprogramma. Veel aandacht voor armoedebestrijding, discriminatie en duurzaamheid. Daarmee lijkt hij zo te kunnen aanschuiven bij het linksverbond van PvdA, SP, GroenLinks en NIDA. We zullen heel veel idealen en standpunten met partijen uit het zogenoemde linksverbond delen. En ik sta er ook zo in dat wij graag de constructieve samenwerking opzoeken met alle partijen die onze idealen delen. Dus ook de partijen van het linksverbond. Naast linkse thema's focust de partij vooral op discriminatie. Maar spreekt hij daarmee niet alleen minderheden aan? En als we het hebben over een stukje arbeidsmarkt, discriminatie en de bestrijding van discriminatie, dan is het heel erg belangrijk om in te zien dat het belang is van alle Rotterdammers om daar wat aan te doen. Het is in het belang van onze hele stad om ervoor te zorgen dat ieder talent, iedere jongere, iedere oudere, met welke achtergrond dan ook, zijn talenten kan gebruiken om deze stad een stukje mooier te maken. Dus dit is geschreven voor de toekomst van onze hele stad, voor alle Rotterdammers, en daar doen wij onze standpunten voor. De partij wil dat er disclaimers komen bij straatnamen die refereren aan het slavernijverleden, zoals de Witte de Witstraat. Daar zou bijvoorbeeld bij moeten staan dat Witte de Wit ook iemand is die voor koloniale bedrijven heeft gevaren en daarmee heeft bijgedragen aan een kapitalistisch onderdrukkend systeem in het verleden. Hij heeft zijn daden gedaan voor Nederland, maar heeft dat natuurlijk gedaan in een tijdsbestek waarin ook een hele hoop wat we nu zouden noemen misdaden tegen de menselijkheid werden gepleegd. In de campagne zoekt Van Baarle vooral de confrontatie met Leefbaar Rotterdam. Daarmee lijkt hij uit op een tweestrijd tussen die twee partijen. Kijk, mijn ideaal voor deze stad is een Rotterdam waarin iedereen gelijkwaardig is, waarin niemand wordt uitgesloten, waarin we omkijken naar mensen in nood. En vanuit dat ideaal leg ik wel natuurlijk de vinger op de zere plek. Want we hebben hier in Rotterdam gewoon politieke partijen, zoals Leefbaar Rotterdam, die idealen met voeten treden. En dan mag ik dat als politieke partij natuurlijk wel adresseren.